Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 13 november. Er vallen buien in Nederland, met name in het westen en noorden van het land. Maar buiten de buien om zijn er felle opklaringen. De zon die schijnt dus ook flink en vanochtend is het zo'n 6 tot 8 graden. Het waait wel stevig, met name aan zee. Daar zat een krachtige, soms zelfs harde wind uit het noordwesten. De lopende dag neemt de wind geleidelijk aan wel af en wordt overwegend matig. Vanmiddag wordt het zo'n 8 tot 10 graden en ook dan nog een paar opklaringen en enkele buien. Vanavond neemt de buigheid geleidelijk aan af en klaart het flink op. De temperatuur daalt naar zo'n 3 tot 6 graden en de wind die zwakt af. Vannacht kan het in het binnenland zelfs tot rond het vriespunt afkoelen. Morgen is er veel bewolking en dan valt er af en toe wat lichte regen of motregen er waait een matige zuidwestenwind. De zon die laat zich maar zeer sporadisch zien morgen. En ook de dagen erna is het overwegend bewolkt weer. Met woensdag en donderdag temperaturen rond de 11 graden. Ook valt er hier en daar nog wat regen. Ook vrijdag nog een wisselvallige dag als een nieuwe storing ons land nadert en voor neerslag gaat zorgen. De wind waait de komende dagen uit een zuid tot zuidwestelijke richting en is overwegend matig. Ik wens u nog een fijne dag.